Het jongerencentrum Place to Be bestond al in Druten, Maar nu kunnen jongeren die verder willen in de muziek ook terecht bij Place to Do. Dat is vlak daarnaast geopend. Bij die opening was de kerstverse Drutense wethouder Gerard De Wild aanwezig en meer voor elkaar directeur Annette Nijhuis. De opening zelf werd verricht door niemand minder dan de gelderse commissaris van de koning John Berens. Uh, ik heb ook wel een bijzondere. Ja, oriëntatie gericht op, op, op jongeren. Wat er in de provincie in, in Gelderland allemaal zo plaatsvindt. En deze kwam boven. Want ik dacht, ja, dat is toch eigenlijk hartstikke leuk om gewoon naartoe te gaan. En in de tijd waarin we nu leven, natuurlijk met COVID-19. is het best wel lastig om bezoeken af te leggen of openingen te doen. Maar op, op, dit, op deze manier, klein gezelschap en voor een prachtige doelgroep. Want de jeugd, ja, die dragen we toch ook een warm hart toe. Ik zeker ook. Daarom dat ik het gedaan heb. De bedoeling is dat we met jongeren uit de gemeente Druten aan de slag gaan op het gebied van muziek. Uh, dat wil zeggen, we, we proberen een studio te realiseren, waardoor we met jongeren bezig kunnen gaan met beats maken. We willen jonge bandjes de gelegenheid geven om dit uh, hier gebruik te maken als, uh, als oefenruimte. Om zo zeg maar, uh, ja, met, met elkaar bezig te zijn met muziek en uh, daar ontwikkelingen op te doen. Danser Orlando van Gauw is ook betrokken bij Place to Do. Orlando is, is dan uh, een danser die we kennen. Uh, de bedoeling is ook daarmee om, om uh, jongeren te enthousiasmeren met dansen aan de slag te gaan. Ja, en, en te kijken of ze daar een talent in hebben en of ze daar zeg maar, in, in, in verder zouden willen of kunnen. En uh, ja, dat, ik denk dat, dat dat leuke dingen zijn die, uh, die maken dat uh, ja, het Jongerencentrum nog succesvoller wordt. Ook jongeren die niet met muziek bezig willen zijn, zijn welkom in het Jongerencentrum. Deze ruimte is echt gebaseerd op talent ontwikkelen en op zorgen, kijken dat uh, ja, de jongeren met, met hun talent hier, hier zichzelf kunnen ontwikkelen. En de andere kant is zeg maar, meer een open inloop-huiskamerfunctie. Waar jongeren met allerlei vragen binnen kunnen komen. Of gewoon om te chillen en een potje tafelvoetbal te spelen bijvoorbeeld. Bij mij zul je in ieder geval niks in de muziek zien gaan doen. Dat is niet mijn ding, maar ik zal hier wel gewoon regelmatig zijn. Ja. Ja, het is gewoon vooral met vrienden zijn, bij elkaar komen. Als je ergens mee zit kunnen, je Ronald of Joey. Maar het is vooral het bij elkaar komen hier. Ja. Place to do zit in een niet meer gebruikte kelderruimte van zwembad De Gelenberg En werd betaald door de gemeente Druten en de provincie Gelderland.